De samenleving moet stilstaan en nagaan wat de erkenning van de grondenrechten voor Suriname als land betekent vandaag. De Dag der Mensenrechten, zei Aurelio Iweek, voorzitter van het Jongerenforum van de politieke partij DA91, vandaag tijdens een kranslegging van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede bij het Mensenrechtenmonument. Iweek merkt op dat het niet zo mag zijn dat de universele verklaring voor de rechten van de mens zomaar tot stand is gekomen. Deze verklaring is universeel en beschermt ons allen. Want ook ons land, Suriname, als lidstaat van de Verenigde Naties, staat achter deze 30 mensenrechten. U zal het eens met me zijn wanneer ik constateer dat mensenrechten schendingen ons allemaal schaden. Mensenrechten schendingen zijn een aanval op onze vrijheid, gerechtigheid en vrede. Als jonge generatie wil ik blijven vechten voor de waarborging en erkenning van de mensenrechten. Onder andere het recht op vrije meningsuiting. Na 15 jaar uitvoering van het vonnis voor de erkenning van de grondrechten van onze binnenlandbewoners. Het recht op democratie. Een rechtvaardig en geldig kiesstelsel. Iweek zegt dat Suriname als lidstaat van de Verenigde Naties niet zomaar achter de internationale verklaring van mensenrechten staat. Judith Tilborg, kaderlid DA 91, zegt dat vele mensenrechten in Suriname vertrapt worden. Allemaal mensenrechten. Het recht op een behoorlijk leven. Het recht op onderwijs, op goede gezondheidszorg, op een goed milieu, bescherming van flora en fauna. Noem het maar op. Vandaag de dag zien we dat die rechten zeer geschaad worden. En we vragen ons vaak af of onze beleidsmakers wel weten te rekenen. Want zoals eergisteren de groep van mensen met een beperking is opgekomen, waar ik ook aanwezig was. En ik ben heel trots op ze. Dat ze de guts hebben om dat te doen. Dat zouden wij, alle Surinamers, moeten doen. Tilborg merkt op dat de senioren burgers ook de strijd zouden moeten aangaan om te pleiten voor de naleving van mensenrechten. Deze groep heeft vooral hard gewerkt voor de opbouw van het land en nu niet kan genieten van hun oude dag, wat onacceptabel is.